deelnemers op hun plaatsen aan de paddock. Start over 20 seconden. Deelnemers, start vrij. Start vrij, dames en heren. De paarden gaan plaatsnemen in de paddock. Rijden aan. Alleen Georgina moet nog de paddock in. Paarden rijden aan. Standby. Start gevallen. De paarden zijn gestart en het is na de start aan de leiding Henry Kings Deep. Maar aan de binnenkant komt Galaxy Vreo. En Galaxy Vreo met ijzen zoete. We hebben hem een tijd niet in de zulky gezien, maar daar is hij weer. Heeft de leiding, terwijl op dit ogenblik Henry Kings Deep een galoppade maakt. Bij het indraaien van de eerste bocht. Uitgeschakeld paard nummer 3. 3 galop. Henry Kings Deep is uitgeschakeld en we gaan op weg naar de overzijde van de baan. Waar op dit ogenblik een strijd om de leiding gaande is. Tom Kooijman meldt zich aan de buitenzijde van ijzen zoete. En Tom meldt zich met Grizzly. Greenwood neemt de leiding over. Galaxy Vreo ligt dan op de tweede plaats. Die het gezelschap daar heeft van... Uitgeschakeld paard nummer 4. 4 galop. Go with the flow. Dit alles terwijl Georgina een galoppade maakt en wordt uitgeschakeld. Daarachter volgt op de vierde plaats op dit ogenblik dan Willow Burgerheide. En deze paarden hebben een mijl voorsprong op Eat My Dust. Nou, dust valt er genoeg te eten. Stof vanaf de baan. Dat heeft te maken met het opstuivend zand en de weersomstandigheden. Maar dat mag de deelnemers niet deren. Als we dan de verre manegebocht ingaan, is het nog altijd Tom Kooijman die het commando heeft. En heeft een lengte voorsprong met Grizzly Greenwood. Grizzly Greenwood voert de deelnemers de rechte lijn voor de tribune in. Galaxy Vreo die opereert op de tweede plaats. En straks bij het passeren van de finishpaal is er nog een volle ronde af te leggen. Hier op de graspiste in de Noordoostpolder. Met vooralsnog Grizzly Greenwood die een lengtevoorsprong heeft. Op de tweede plaats Galaxy Vreo. Aan de buitenzijde is het dan Willow Burgerheide. Dat zijn de drie best geplaatste paarden bij het indraaien van de laatste ronde. De vierde plaats is dan voor Go With The Flow. En daarachter op een lengte of 7 Vena Bravado. Vergeet de rest als de paarden de laatste ronde zijn ingegaan. Halverwege de coolboxbocht zijn. En daar Galaxy Vreo toch wat moet lossen. De paarden zijn op weg naar de overkant van de baan. En het is nog altijd Grizzly Greenwood die leidt. Grizzly Greenwood, 3/4 lengte voorsprong. Op de tweede plaats is dan Willow Burgerheide. Daarachter in derde positie een aangesloten vorm. Go With The Flow. En die trekt lekker mee met de koppaarden. En zo gaan we dan richting laatste bocht. De vierde plaats. Los is nu Galaxy Vreo. En nog losser ligt op de vijfde plaats Vena Bravado. En dan een mijl achterstand voor Eat My Dust en Iron Fox. En dit is de laatste bocht. En die laatste bocht wordt ingedraaid met een lengtevoorsprong. Nog altijd voor Tom Kooijman. Die op weg gaat naar een vlugge double. Kijken of hij dat ook kan realiseren. Want de concurrentie ligt aardig achter Grizzly Greenwood in de nek te hijgen. Zo is daar aan de buitenzijde Willow Burgerheide. Ligt op de derde plaats. Go With The Flow. Paarden in de laatste rechte lijn. En we hebben dan nu nog zo'n 200 meter af te leggen. En het is nog altijd van kop af aan de binnenkant. Grizzly Greenwood die leidt. Grizzly Greenwood. En het lijkt erop dat inderdaad Tom Kooijman zijn double gaat realiseren. En ook dit gaat weer heel gemakkelijk. Grizzly Greenwood met de man in vorm. Tom Kooijman op de tweede plaats. Daarachter dan Go With The Flow. En die wordt gereden door Misha Brouwer. En daarachter op de derde plaats dan niemand minder dan zijn broertje Danny met Willow Burgerheide. Ja, en die hebben dan een groot gapend gat geslagen tot de rest van het veld wat nog binnenkomt.